Bijvoorbeeld de trailer van mijn favoriete serie House of Cards. Die is vandaag op internet gezet. En Frank Underwood, die is er niet meer. Maar zijn vrouw Claire, die wordt president. The fear. Each one of us has to defend our destiny. The first female president of the United States is not going to keep her mouth shut. In the blink of an eye, at the last trumpet. Depth is overrated. The dead will be raised incorruptible. And we shall be changed. Who do you fear most? Her. Ja, er was al een trailer verschenen, maar vandaag weer eentje. Danny, jij lijkt me iemand die in het verleden nog wel eens naar deze serie gekeken heeft. Zeker, zeker. Ik was een groot fan van Kevin Spacey. Hij speelde geweldige rollen. L.A. Confidential. Ten onder gegaan door de MeToo-affaires natuurlijk. Ja, dus ik weet niet of... Ik ben op een gegeven moment ook afgehaakt, omdat het... Hij kwam met alles weg, zeg maar. Op een gegeven moment denk ik van ja, het is mooi geweest. En nu dat hij er niet meer inspeelt, ja, vraag me af of het nog zin heeft om überhaupt naar te kijken. 2 november, dan wordt hij gelanceerd op Netflix. Ik ga toch even kijken. Ja, toch wel? Ja, toch wel. Ja.